De meditatie Luister naar je lichaam, ervaar meer rust en ruimte, inspireert je om zo bewust mogelijk aandacht te hebben voor wat er leeft in je lichaam. Je leert in je hele lichaam aanwezig te zijn en daardoor voel je meer rust en ruimte in jezelf. Voordat we gaan beginnen met de meditatie, zorg ervoor dat je zo comfortabel mogelijk ligt. Het liefst op je rug. En leg je benen iets uit elkaar, geef ze ruimte. En laat je voeten naar buiten zakken. En geef ook je armen de ruimte. En leg ze naast je lichaam neer, met je handen ongeveer ter hoogte van je heupen. En laat je handpalmen naar boven wijzen. En sluit je ogen. En begin met aandacht te schenken aan je ademhaling. Zonder dat je iets hoeft te veranderen, adem je door je neus in. En ook weer door je neus uit. En voel hoe de lucht in en uit je lichaam stroomt. De lucht die door je neus via je luchtpijp naar je longen stroomt. En ook weer door je neus je lichaam verlaat. En sta jezelf toe bij iedere uitademing je lichaam te verzachten. Puur als een intentie, jezelf toestemming geven je lichaam zwaarder te laten worden. Met iedere uitademing. En je wordt moeiteloos ondersteund door de aarde onder je. En kun je iets meer toegeven aan de zwaartekracht. En laat je lichaam maar gedragen worden door Moeder Aarde. En terwijl je rustig blijft doorademen, breng je aandacht naar je beide voeten. Naar je voetzolen en je tenen. Misschien merk je dat je weinig voelt, maar weet dat jouw liefdevolle aandacht bij je voeten al meer dan voldoende is en dat het helemaal oké is. Ga nu met je aandacht naar je enkels. En blijf ontspannen doorademen. Zonder oordeel, puur observeren. En breng je aandacht naar je onderbenen. Je scheenbenen, je kuiten. Adem. Zonder iets te veranderen, laat alles zijn zoals het is. En voel je knieën. En nog iets hoger, je dijbenen, je hamstrings. Wees je nu bewust van je heupen. De twee heupen die samen een schaal vormen. Een schaal die je romp draagt.
hoe voelt het in je onderbuik? Het gebied onder je navel. En als je nu eens dat hele gebied wat we net hebben geobserveerd voelt, je voeten, je benen, je heupen, zijn er plekken waar jij verkramping ervaart, spanning, weerstand? Liggen je benen werkelijk ontspannen op de ondergrond? Of probeer je toch te controleren? En laat deze sensaties er puur zijn. Je hoeft het alleen maar te observeren. En adem. Adem door die sensaties heen. En mag je van jezelf bij iedere uitademing meer controle en grip op dit moment vrijlaten. Dus de fysieke spanning vrijlaten bij iedere uitademing een beetje meer. En vanuit je hart bij iedere inademing meer zachtheid toelaten. Zachtheid in je voeten, in je benen en in je heupen. En merk je dat je afdwaalt met je aandacht? Kom dan weer liefdevol terug naar je ademhaling. En vanuit daar vraag je weer aan jezelf, wat voel ik? Ja, terwijl je rustig blijft ademen, breng je aandacht langs je hele wervelkolom. Begin beneden, begin bij de basis, je stuitje. En stel je voor dat je langs je ruggengraat ademt. Dus je volgt met je aandacht je inademing vanaf je stuitje langs je hele ruggengraat naar je kruin. En op een uitademing vanaf je kruin via je nek, je boven, je midden, je onderrug, weer terug naar je stuitje. En doe dat nog maar een keer. Dus je ademt in vanaf je stuitje langs al die wervels omhoog. En verleng je ruggengraat maar helemaal tot met je kruin aan toe. En je ademt uit vanaf je kruin, via je nek, je hele rug, helemaal naar beneden, naar je staartbeen. Puur ademen en voelen met liefdevolle aandacht. En breng je aandacht nu naar je schouders. Wat voel je in je schouders? Wat draag je op je schouders? Zware energie. Via je schouders ga je naar je bovenarmen. En blijf kalm en diep ademen. En voel je ellebogen. En nog lager naar je onderarmen. Je handen en je vingers. Breng je aandacht weer terug naar je borstkas. Adem. Onder
je borstkas bevinden zich je longen en je hart. Dan word je bewust van de fysieke sensaties in je borstkas en je schouders en je armen. Dan kun je helemaal aanvaarden wat je voelt zonder daar een oordeel over te hebben. Puur observeren. En ook weer opnieuw jezelf uitnodigen om die zachtheid toe te laten in je hele bovenlichaam. En in je rug. Breng je aandacht naar je nek en je keel. En je hoofd en je schedel. Je hersenen. En hoe voelen de spieren in je gezicht, je kaken en je voorhoofd? En blijf ademen. Je lichaam waardeert jouw vriendelijkheid en jouw aandacht. En verbind je met je hartcentrum. Je energetische hart, midden op je borstbeen, je hartchakra. En visualiseer dat de energie vanuit jouw hartcentrum zich uitbreidt door je hele lichaam. Dus jouw hartsenergie stroomt via je schouders, door je armen, naar je handen, helemaal naar je vingertoppen. En jouw hartsenergie stroomt ook via je nek en hals naar je gezicht en naar je hersenen. En die onvoorwaardelijke liefde vanuit je hart stroomt ook via je buik, door je heupen, naar je benen, je voeten en je 10 tenen. Die pure onvoorwaardelijke liefde stroomt vanuit je hart door je hele lichaam. Langs je ruggengraat, van je stuitje naar je kruin, van je kruin naar je stuitje. Jouw lichaam bestaat uit triljoenen cellen. En al die cellen openen zich nu en voeden zich met jouw hartsenergie. Adem. En als afronding, neem even de tijd om je lichaam als geheel te voelen. Van je kruin tot je tenen en je vingertoppen. De voorkant, de achterkant. Weerszijde, boven, onder. En bedank jezelf dat je de tijd hebt genomen om er even helemaal te zijn voor jezelf. Op een hele krachtige en liefdevolle manier. Jij bent liefde.